Armand Zunder vindt de slavernij-excuses die gisteren door de Nederlandse overheid via premier Mark Rutte zijn uitgesproken onacceptabel. Zunder, die voorzitter is van de Nationale Reparatiecommissie Suriname, NRCS, zegt dat de wijze waarop Nederland deze kwestie aanpakt onaanvaardbaar is voor zowel de inheemsen als nazaten van de transatlantische slavenhandel. Hij gaf gisteren na een livestream van de excuses in de ballroom van Torarica aan dat de excuses in Suriname aangeboden moesten worden. In perspectief is gesteld dat in 1 juli 2023 dat de koning in Amsterdam een activiteit zal houden. Maar ik denk dus dat wij door tussenkomst van meneer Rutte de koning wel in overweging moeten geven om de excuses in Suriname te komen aanbieden voor dat slavernijverleden. Wat heel duidelijk is geweest in deze speech is de kwestie van de erkenning. Dat is heel duidelijk geweest. Dat moet verder worden uitgediept. En wat volledig ontbrak in deze speech is de verantwoordelijkheid en vooral de aansprakelijkheid. Daar willen wij ook nog over praten. Wat bedoelt u daarmee? Als je erkent dat er misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd, dan is de volgende stap dat je zegt van ik ben ervoor verantwoordelijk, wij zijn ervoor aansprakelijk en we gaan dan praten over hoe je dat gaat herstellen. Zunder benadrukt dat er niets over herstelbetaling is gezegd. Hij merkt op dat een mensenleven niet in geld uit te drukken is. Zunder vindt echter wel dat met het aanbieden van de excuses een stap vooruit is gemaakt. Dat betekent dus dat je op een bepaald moment komt tot, in welke termen moet je denken? Wij denken niet in honderden miljoenen. We denken dat er een fonds moet komen uiteindelijk dat gaat liggen in termen van miljarden. En daar willen we over praten. Wat zei je van de inheemse? De inheemse zijn niet meegenomen in dit verhaal. Terwijl degenen die als eerste tot slaaf gemaakt zijn in Suriname, dat zijn inheemse geweest. Bent u tevreden met de excuses? De excuses betekent, dit betekent dat er een stap vooruit is gemaakt. De Nederlandse premier heeft de excuses aangeboden. En dat is een stap vooruit. Punt is wel dus dat wij zeggen responsibility. Zunder meent dat veel Nederlanders niet begrijpen wat voor menselijk leed met de slavernij is veroorzaakt. Hij zegt dat de Nederlandse overheid nu wil doordrukken met het proces van excuses, wat totaal respectloos is naar de nazaten van de tot slaaf gemaakten.